Voor SC Kudde de Gerard Vrieman. Voor Nuland bij de Koen Donnevoet. Voor Nijker bij de Tom Meijs. Voor Lichtenvoorde een outsider en Ikon Ouders. De hele grote ster vanaf voor Deemde Haarsbergen door de Sander Bos. En net terug van de blessure ook voor Deemde Haarsbergen de Bram Extrakater. Voor het Twente was er nog een hele grote sterke man, Juri Tiranis. En de man die nu derde doet, die heel mooi pakt voor de voetbal zijn, Rudy van den Heuvel. Succes! De vraag is, wie gaat Rudy van den Heuvel stoppen? Vooral als hij in het eerste stuk overreed was Tiranis. Tiranis voelt hem al van achteren. We zijn er niet verder. Hij pakt hem dit keer niet op van achteren. Maar hij springt hem gewoon. Hij heeft een rode kop over. Hij pakt zijn koppositie. Hij pakt hem een keer of twee. Dat is Bram Extrakater volgens mij van de week. Het eerste op de voet. Waarop zit zich niet af te zien op positie nummer twee. En tot de aanval van Nijker. Buitenom is het Tom Meijs. Tom Meijs hoog weer afgeslagen. Netjes gedaan is daardoor de nummer op twee van Bram Extrakater. Maar de eerste positie gaat gewoon naar rode kop over. Met een medische vroeg puur op pad. Hij heeft nog een meisje. Tiranis komt nog aan op de basisschip, maar Burk gaat niet mee met Rudy van den Heuvel.